Dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe video van de GTA 5 Story Mode. We gaan weer verder met de Strange of Freak missies en we gaan kijken wat ons dit keer te wachten staat. Inmiddels zijn we bijna op de plek van bestemming aangekomen. We gaan de Strange of Freak missie van Franklin doen. We hebben de vorige keer natuurlijk die van Trevor behandeld. Nou, niet allemaal natuurlijk, die komen er nog, grotendeels. Maar hier is blijkbaar een hondje. A man is stuck in a tree. And he needs my help. Part of you would rather leave him there because he's a bit of a dick. But you're doing your civic duty. Okay, shit, show me. Franklin praat met honden. I've officially lost my damn mind. What, boy? He just jumped out of a fucking helicopter. Even serieus, kan hij met honden praten? Whoa, let the dogs out. Hoe, 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 hoe. Dit kan de stamina van Franklin helemaal niet aan. Wrong. Look at this fool. Yeah. Hey, bro. You mind giving me a hand here? Man, that's a cool ass dog you got, homie. What dog? That dog that saved your ass, man. Dude, I have no idea what you're talking about right now. What the fuck? Hello. When you got a moment. Here. My bad, dog. Oh. Oh, man, that was wild. Woo! See, I'm not an adrenaline junkie. I'm a control junkie. Yeah, that parachuting is intense, man. And hey, if along the way I figure out what it means to be alive, well then, let's just make this a little spiritual and say I'm on a thought journey. Shit, nothing helps me think clearly like shitting myself while I'm heading towards a certain death, man. Then you're up for it. Not really, dog. Shit, I respect gravity. Oh, I knew you were a pussy. Come on. It's safe, I promise you. Safer than driving a car. The only way it's safer is if you drive a car out of a fucking airplane. Come on, let's go. Okay. Follow them. We gaan het weer meemaken. Franklin wil het eigenlijk niet. Ik twijfel er nou, gaan het doen. Skydive to the landing zone. Moeten daar landen, toch? Wow! This shit is insane!
Witte keuren ze dit goed. Get on the bike. Wat? Is het sporten of zo? Franklin on the sport. Oh. Hij is wel een beetje traag, hè? Who could do that? Hey, trying to start the party without me? Nou, opschieten, jongen. Duurt veel te lang allemaal. Franklin kan het niet hebben. Ik ben aan het sprinten op X voor mijn leven, maar. Nee. Oh. Dit is gewoon de route van de dood. Ga je nooit winnen. Wow, massive air alert. Dit ga je denk ik nooit winnen. Ah, kut. Gaat het leven nu al? Dit ga je nooit meer inhalen. Kom op, Franklin, even fietsen, jongen. Ski jump, hit the sky, bro. Oh shit, double jump. Nou, kom op. Karen met die handel. Nou, we hebben toch nog gewonnen. Yeah, I didn't kill myself. And you wasn't even pushing it. Whatever, bro. I know this bike. I know this body. I was operating at the perimeter of my parameters. And you were being reckless. And now you're having a whinge. A what? Listen, meet me by the airport when you're grown up here, all right? Ja, nu voelt Franklin zich even kut. Nou, we hebben in ieder geval een nieuw contact, die is hartstikke dom. Wat was het? Parachuting is now available, dat is mooi. Wij gaan op naar de volgende. Nou, we zijn alweer bijna bij de volgende missie. Ik ben even aan het aankijken hoe lang deze gaat duren, want dat kan dan nog wel eens de laatste zijn van de video. Maar eigenlijk wil ik er 3 doen. We gaan meemaken wat dit is.
Dat is hier bovenop, denk ik. Naar de F van Franklin. Oh, het was hier niet bovenop. Hopelijk kunnen we er veilig vanaf. Ik denk dat dit een waterski race wordt. Ik heb een donkerbruin vermoeden. Ach nee, het is zij. 69, 70. Stop looking at my ass. I wasn't looking at your ass. I know. No one ever does. A little thin for my taste. But nice. Are you going for a swim? What do you care? You think I got a fat ass and I only swim because I float easily? I was just making conversation. Doing a three-way. A what? A triathlon. Sounds like you got way too much time on your hands. F you. You like a stay-at-home cheerleader, do you? Pathetic. You know what? F you, bitch. I'll beat you. Come on. I promise. I bet you like to beat women. I wonder why your ass is sink. We gaan zwemmen. You need a vacation or something, lady. I'm not even feeling it. Man. Okay, now. I really ain't dressed for this shit. We halen haar nu al in. Oh, dit doet gewoon pijn, hè? Hoe hard je moet drukken. Damn, that's cold. Don't be a baby. Mommy's not here. I'm your mama. Oh, dit wordt een triathlon. What are you doing, Marianne? Focus. Focus. T1, baby. Here we go. Marianne geeft het een beetje weg. Gewoon weer iets met fietsen, hè? Dat word je ook wel een beetje moedeloos van. Het is allemaal sport, de strangest dingen van Franklin. Daar is de finish. Of moeten we ook nog een stuk hard lopen? Nee, dit was het. Oh nee, dit was het helemaal niet. Ze wordt helemaal boos. No sense right now. Dit is gewoon echt pure training voor je duim. Waar ik X mee aan het spammen ben gewoon. Dus ik moet na deze opnames ga ik slapen. Ik krijg enorme spierpijn in mijn duim. Hey, have you seen a dog anywhere? Yeah. Nope. It went. Je ziet gewonnen. Great, you won. Aren't you gonna gloat?
Look, we both survived. These things are about taking part, not winning, right? No, it is always about winning. All right, we gotta keep going. Some loser. Fat, unmarried, career-driven loser. Hey, girl, you better chill the fuck out. Go to hell. Okay, die is boos. Okay, we kunnen er nog wel even eentje doen. We zijn bijna bij de volgende missie. Ik trof Trevor met vrouwenkleren aan. Dat is best... Nou, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Maar goed, dan hebben we dat ook weer op onze lijstje staan. We moeten eventjes een auto hebben. Oh. Nou ja, we zijn er in ieder geval dichtbij. Laten we het daar behouden. We gaan eens even kijken wat hier te halen valt. Wat we hier precies moeten doen. Even kijken wat er bij dit vraagtekentje is, hè. Let's go. There you are, handsome. Lou Mudd. How have you been? Oh, simply wonderful. And you? About the same. Somewhere stuck between joyful and peachy. Even in this world full of scum and detritus, it's only right that we all bear our share. Ain't that the truth? Take this poor wretch, on the run, desperate, alone, about to learn the true meaning of suffering, all for a few thousand bucks. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maud, and the rigorous administration of justice is one of mine. That's why I love you, Trevor. I'll send you his file. Oké, leave the area. Oké, dit was het al dus, blijkbaar. Oké, we gaan nog eentje doen. Inmiddels zijn we alweer bij de laatste Stranger of Freak missie aangekomen. We gaan kijken wat ons hier dit keer te wachten gaat staan. De laatste van deze video natuurlijk, niet de laatste in het algemeen. Hey bud, what you doing? Nothing. What you up to, Cletus? Hunting. Hunting what? Retirees? Nah, just stuff. Windows, antenna, tires, vermin. Ah, so that was you. 'Tis the season for it. I don't give a shit about no season. Oh, good, huh? Don't let the regulations get you down. That's what I'm saying. Hey, you want to come hunting with me? It'd be real neighborly of you. Hell, why not? All right, then. Up here with you. Oké, we gaan mee. Let's raise some hell, neighbor. Oh, I'm in. I'll introduce you to one of my all-time favorite pastimes. You're gonna love this. Okay, you see them three big satellite dishes? A decent shot, and they'll go down easier than a whore's drawers. You're a real pillar of the community. No more reality TV for you, Mrs. Gilbert. Okay, one more for the road. Give him hell. Shoot another one. Boom. Didn't I tell you this would be more fun than a barrel full of pussies? Ooh, you're a classy date, Cletus. No denying that.
Zo, eventjes de shortcut nemen. Oh. We zijn bij het motel. Here we are. U stapt niet realistisch uit, meneer. I bet you never shut out the tires on a car before. Oh, you'd be surprised. Well, let's see what you got then. Ain't you gonna shoot anything, Cletus? Nah, I do this all the time, and I want to see how you deal with a moving target. This is perfect right here. Pick a car and shoot a tire. Good plain old-fashioned fun. Even wachten. Hellfire, Trevor, you ain't rushing this, are you? That's it, beauty. And again, Trevor. Hellfire! I never knew you were such an agitator, Cletus. All these damn tourists coming out here to gawp at rednecks. Give them what they want, I say. Pro gun control. Steady hand on the trigger. Nice! Go on, one more, just for the hell of it. That was some damn fine shooting, Trevor. Right, let's change it up. Come on, follow me. Oh. Ik heb het nu alweer goed gedaan, jongens. We moeten nu hem volgen. Killing time in small town America. Don't get much better than this, does it? The two most popular guys in town. Am I glad I ran into you? Ain't nowhere near this fun being antisocial on your own. Whatever cranks your tractor, I say. What's up next on the hillbilly anarchist agenda? Ever shot anything with a face? Actually, let me ask it again. Ever shot anything with a face on four legs? Now, Cletus, it's important you realize I'm a man plagued by vicious rumors. Fine. Let's head for the roof. I seen some coyotes hanging around down by the road. Okay, we moeten naar de roof. Real neighborly of us to get rid of a couple. And we are nothing if not neighborly. We'll get a better shot from up here. Okay. Ik ben nieuwsgierig wat nu de bedoeling is. All right, I see him. Looks like we got two packs of coyotes down there. Take a few of them out and the rest should scatter. You're just spooking them. Damn, you're shaking like a dog pooping peach pits. You'd do a lot better with a sniper rifle. Oh. Trevor used the wrong weapon. Oh. Retry. What now, weer? Oh. Nou, we wachten dan wel eventjes, hè. Ik heb het nu al twee keer gefaald. Dat ik gewoon waarschijnlijk te vroeg was.
Ik dacht, we gaan dan alvast schieten op die beesten, maar... So. Do it. Nicely done. I reckon you should tag along next time I go hunting out at Polito Bay. I'll show you how to bag an elk. Why not? All right, gotta go. I'll send you a text when I'm about. Oké, dames en heren, dit was dan ook de video. Ik hoop dat jullie van deze video hebben genoten. Vergeet er vast zeker niet op dat duimpje omhoog te klikken. En natuurlijk vast te abonneren voor meer. Dan gaan we de volgende keer weer verder. Toedeledokie!